Daar ligt ter tafel liggen de jaarstukken, de tussenrapportage en de perspectievennota. We doen daarover één termijn algemene beschouwingen. Elke fractie 10 minuten zuivere speeltijd. Met daarbij de mogelijkheid voor interrupties. En die tellen uiteraard niet mee bij de zuivere spreektijd die een fractie heeft. Voorzitter. Ik stond vanochtend op en ik keek bij mij thuis vanaf mijn balkon naar buiten. En ik weet eigenlijk niet of u precies weet waar ik woon, maar mijn uitzicht is het stadskantoor 3. Een gebouw waar vorige week definitief de sloophamer is ingegaan. Nu nog een grauw en een beetje suf stukje van onze binnenstad. Maar dat zal over een klein tijdje een florerend stuk zijn en teruggegeven worden aan de inwoners van onze stad. En al zal die sloophamer van SK3 mij vast en zeker nog een paar keer veel te vroeg in de ochtend uit mijn slaap wekken, ik kijk dan met trots door het raam naar buiten. Want er wordt gewerkt in Tilburg. Mag ik een meneer Smolders? Heel fijn dat u deze vraag stelt. Tuurlijk zit er een keerzijde aan robotisering. Dat is ook de reden dat ik de vraag stel, wat betekent dat voor Tilburg? Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt in Tilburg? En dat snap ik heel goed. Maar daar waar moderne technieken niet als vervanging, maar als ondersteuning kunnen helpen om kinderen taalachterstand weg te krijgen. Om kinderen een tweede taal bij te leren op jonge leeftijd. Waar dat als ondersteuning kan helpen, kan ik me niet voorstellen dat de LST daarvoor wegloopt. Want dat zorgt ervoor dat uiteindelijk ook Tilburgse kinderen optimaal mee kunnen doen. Smolders. Ja, voorzitter, hier gaan wij het nooit op eens worden, maar ik wil nog eens benadrukken dat u eens goed na moet denken dat u het over kinderen heeft. Wij zullen nooit iets tegenhouden wat ontwikkelingen in de weg zou staan door ICT, robotisering, noem het maar op. Maar u heeft het over kinderen, de rillingen over mijn rug. Dit is nou echt politiek, mensen. Dit is echt politiek. Want wij hebben er toen ook heel duidelijk bij gezegd dat het denken niet ophoudt. En ik heb meneer Van Dijk ook met klem naar die commissie gestuurd over dit onderwerp. Dat, en als er problemen zouden zijn, dat we die ook gewoon met ons gezonde verstand zouden bijsturen. En ik heb toen ook al gedacht, hoe dom moet je zijn om die container, dat plan op 1 juli in te laten voeren. Ik denk, maar laat maar gaan, want jullie weten toch altijd alles beter. Als ik wethouder was geweest, had ik sowieso al begonnen om dat in oktober te doen. Maar ik was geen wethouder, dus ik denk, laat het op dat punt maar gaan. Maar dit zijn nou die spelletjes. Wij hebben altijd gezegd, let wel goed op wat je aan het doen bent, want het draagvlak van die burger, die is het allerbelangrijkste. En dat is nou net het politieke spel. Het gaat er niet om wat je een half jaar geleden gestemd hebt. Het gaat erom wat je hier doet, dat je blijft denken. Dat is de clue. En wij hebben het ook duidelijk aangegeven bij onze stemverklaring en in de commissie, dat wij op een aantal punten kritisch zullen blijven. Het tweede thema dat we vandaag willen aansnijden is veiligheid. Goed dat wij op de lijst zoals we nu zijn, dat we daar een betere positie in krijgen. We hebben ook een motie om dat verder te versterken. Maar veiligheid is ook meer. En er kwam ook een publicatie tegen in NRC, waarin gesproken wordt over het aantal moorden in 2015. Ik denk dat de burgemeester die publicatie wel kent. Zachte G, harde criminelen staat er. Brabant is zowat moordprovincie van Nederland. En Tilburg is met 4 moorden in 2015 de moordhoofdstad van Brabant. De Piershaven bruist, al zou een mogelijke aanstelling van een havenmeester nog een welkome aanvulling zijn. De val van de VVD leidde niet tot de gevreesde neergang van onze binnenstad, maar bleek juist de sleutel tot het nieuwe masterplan, waardoor Tilburg inmiddels landelijk een voorbeeld is geworden. Detailhandelsfonds zou hierin misschien nog een bijdrage kunnen leveren en vragen ze dan ook aan de wethouder of hij daar nog mogelijkheden toe ziet. Het CDA blijft dan ook gaan voor een beter Tilburg. Ja, dankjewel voorzitter. Ik ben benieuwd of het CDA het er ook mee eens is dat je zomers een probleem hebt met die GFT-container. Ik kan me voorstellen dat dat een probleem zou kunnen gaan opleveren. Daar wil ik mijn ogen niet voor sluiten, maar ik vind het te vroeg om daar nu al voor op de trommel te rammelen. En ik zou dus voorstellen om het afvalbeleid eerst maar eens gewoon een jaar rond te laten gaan, om vervolgens op basis van feiten te kunnen evalueren. En dan inderdaad te kijken of we moeten bijstellen. Te vroeg op de trommel rammelen.
u bent te laat met op de trommel rammelen. Want de LST, wat in tegenstelling wat u strak werd gezegd, hebben wij gewoon al van tevoren hier in debat aan wethouder De Vries, dat zal hij straks bevestigen, gevraagd, doe dat nou niet. Dat hebben wij al een tijdje geleden gevraagd. Dus wij hebben heel constructief zijn we bezig geweest. Wij doen altijd hier meedenken op een positieve manier. Ook al wil men nu een beeld wegzetten dat het niet is. Meneer De Vries zal het straks bevestigen, maar alleen de meneer De Vries wou er ook nog niet aan. Is waarschijnlijk dan ook weer een coalitieafspraak, want het gezonde verstand zegt dat je deze zomer niet in kunt gaan op deze wijze. Maar ja, zeg het maar trouw. Nou ja, ik denk dat wethouder Vries straks op dit punt kan antwoorden dat de posities tussen de beide sprekers inmiddels helder zijn. Dus ik ga er dan vanuit dat in het antwoord in eerste termijn dit punt terugkomt. Klopt, voorzitter, maar ik heb nog een vraag. Daar zitten we toch hier voor, of niet? Want je voelt je voor het bezwaard om hier iets te kunnen vragen als je dan die microfoon toeloopt. Nee. De debatten, nee, bij u niet. Nee, maar vorige week hebben we echt hier ook weer een hele slechte ervaring. Bij u niet, voorzitter. Ik vind de laatste tijd dat u dat wel goed doet. Het heeft 6 jaar geduurd, maar... Het heeft even geduurd. Voorzitter, nee, ik wil toch even één vraag stellen, want een robot die is volgens mij ijs en ijs koud. En als hij met kinderen gaat spelen, hoe wil je dan toch zeggen dat dat positief is? Kan niet. Ik merk aan meneer Smolders dat hij al lange tijd niet meer in een reguliere basisschool is geweest. Ik zou hem graag uitnodigen om eens met mij op tocht door Tilburg te trekken. Voorzitter, een robot die met kinderen speelt hebben we het hier over, hè? Dus laten we dat niet vergeten. Ja, ik kan me de Tamagotchi uit mijn jeugd ook nog herinneren. Dat was volgens mij ook zo'nzelfde speeltje. En daar ben ik niet slechter van geworden. Voorzitter, ik denk dat we ook in ogenschouw moeten nemen dat de jeugd op dit moment gigantisch aan het ontsporen is. Vergis je niet, hè? De aandacht die aan de kinderen wordt gegeven op dit moment is ver onder de maat. Je zult het zien in alle buurten. En dat is wat wij hier allemaal vergeten. En dat vind ik heel kwalijk dat we daarom zitten te lachen. Een ander voorbeeld is de inclusieve arbeidsmarkt. De resultaten blijven achter en dat moet beter, schrijft u opgewekt in de perspectiefnota. Ja, opschrijven is makkelijk, maar u krijgt het dus niet voor elkaar om mensen uit de uitkering te krijgen, ondanks een prachtig ondernemersakkoord. U bent onvoldoende in staat om samen met de regionale werkgevers mensen aan het werk te helpen. De economie trekt aan en u loopt met uw armen over elkaar achter de feiten aan. Beste wethouder, u moet sturen, daar wordt u voor betaald. Sturen op output en sturen op resultaat. En als u zo door blijft gaan, dan is uw arbeidsmarktbeleid straks mislukt. En dat vinden wij verschrikkelijk voor alle mensen die van u een uitgestoken hand verwachten, in plaats van in elkaar gevouwen armen en een passieve houding. Goal. Ja, voorzitter, de heer Blauwbroek ging snel voorbij. Ik wou op het punt van armoedebeleid nog wel een punt maken. Welk voorstel doet u? Welk voorstel gaat uw fractie vandaag doen om het dan werkelijk anders te doen? Ik concludeer dat er veel over armoede is gesproken. Dat uw fractie het beleid wat is ingezet altijd gesteund heeft. Het ondersteuningsfonds hebben we gecontinueerd. Op het gebied van schuldhulpverlening, juist om waar dingen knellen, op het gebied van armoede stappen te kunnen maken, intensiveren we het beleid. En inderdaad, ik maak me met u, heeft u in mijn termijn ook gehoord, zorgen over armoede in deze stad en het groei daarvan. En ik vind dat dit college er alles aan moet doen om dat te voorkomen en sta open voor goede ideeën. Maar dit college en het beleid van deze gemeente staat niet alleen in de wereld. We hebben ook te maken met ontwikkelingen van buitenaf. En nogmaals, wat zijn uw voorstellen? Wat zijn uw voorstellen vandaag of morgen of donderdag of voor mij wat volgende week? Zegt u het maar, waarmee de Partij van de Arbeid komt om het beleid wat de PvdA ook altijd mee gesteund heeft, om dat te verbeteren. Nou, Broek. U kunt de voorstellen tegemoet zien straks in uw postbakje. Ik was bij arbeidsmarktbeleid inmiddels. D66 loopt wat achter de feiten aan, begrijp ik. De resultaten zijn diep en diep triest. Voorzitter, hier wil ik een punt van maken. De heer Blauwbroek begon zijn betoog met betrekking over transparantie en elkaar informeren. En u verweet daar het college, maakt u daar grote verwijten van. Ik vraag u hier in het debat met alle 45 raadsleden en toehoorders om voorstellen te doen op beleid waar u kritiek op heeft. En u zegt, ik stop het wel in je postvakje. Over transparantie gesproken. Durf u zelf in de spiegel te kijken. Kom nu of donderdag met voorstellen waarmee u het wil verbeteren. Of op een andere manier, maar wel hier in de raad. Dan doet u uw eigen betoog recht aan. Nou, Broek. U vraagt 2 keer naar hetzelfde. U krijgt 2 keer hetzelfde antwoord. Die liggen vanavond in uw postbakje. Waar we ook trots op zijn is wethouder De Ridder. Dankzij zijn aanhoudende druk en enthousiasme is staatssecretaris Kleinsma op haar knieën gegaan. Vanaf 1 januari 2017 kan Tilburg starten met het vertrouwensexperiment. We vragen het college om ons na het reces hierover te informeren.
Voorzitter, anders dan andere jaren wordt er dit jaar 3 moeilijke onderwerpen gelijktijdig behandeld. En wel de jaarstukken 2015, de tussenrapportage 2016 en de perspectiefnota 2017. Dat wordt dus 3 kalenderjaren in 1 keer. Daarvoor moeten we dus zowel omzien, gewoon zien als vooruitzien. Dat lijkt moeilijk, maar achteraf valt het toch nog wel mee. We hebben trouwens wel al enige ervaring met het combineren van moeilijke zaken. Want als dossiers echt moeilijk worden, dan weten we die meestal wel te combineren met andere, liefst nog moeilijkere dossiers, in de hoop dat daarmee het ene probleem vanzelf door het andere wordt opgelost. Zo koppelden we onlangs nog de mogelijke verplaatsing van Fontys aan de verplaatsing van de bibliotheek, om daarmee de spoorzone financieel te redden. En wat meer recent werd de komst van de Primarkt nog snel even gekoppeld aan de al meer dan 10 jaar slepende discussie over de renovatie van het stadskantoor. Eigenlijk ook denken, daarmee is de armoede minder geworden. En dat is minder waar. Dat is onjuist. De armoede is juist ook toegenomen met 2%. Dat is een forse stijging en in één zin een onacceptabele ontwikkeling. En daar blijft het niet bij. Uit informatie blijkt dat de samenwerking tussen de diverse afdelingen van werk en inkomen hapert, waardoor niet tijdig kan worden ingegrepen en mensen onnodig maanden onopgemerkt in moeilijke financiële omstandigheden verkeren. En daar moet er wat aan gedaan worden. Niet door een reorganisatie, omdat samenwerken een houding is die niet afdwingbaar is met een reorganisatie als vaak gebeurt. Het is een cultuur, het is een houding. Het is iets wat eigenlijk geen wortel wil schieten in dit huis. Dat hebben we al vaker hier eigenlijk geroepen. Ik roep daarom het college op de oplossing niet in de reorganisaties te zoeken, bij werk en inkomen materialiseren door in te zetten op gedragsverandering. Hierover zullen we een motie indienen. 2015 heeft ook geen schoonheidsprijs gewonnen met betrekking tot SK1. Eerder een koude douche. Zelfs de Tilburgers kwamen in actie voor een referendum. Pijnlijk om te zien hoe makkelijk men daar in eerste instantie mee omging. Maar nee, er kwamen genoeg stemmen en het referendum zou een feit worden. Op tijd kwam bij het bestuur het besef dat het ook anders kon. Op financieel gebied in het achterliggende jaar, de Partij van Arbeid had het er ook al over, komt bij ons vooral de hectiek boven die werd veroorzaakt toen er geruchten vanuit het Haagse hoofdkwartier naar ons zuiden doorlekte. Er zouden miljoenen minder in het Tilburgse aandeel van landelijke gemeentelijke bijdrage zitten. Maatschappelijk en vooral vrijwillig Tilburg schoot gigantisch in de stress en zelfs de directeuren van onze culturele instellingen zaten nerveus in de rij om in te spreken uit angst voor verminderde subsidieaandelen. Een relatief dik mapje met ruim 100 bezuinigingsmaatregelen en doelen werd voorgelegd. En of de raad maar even de kaasschaaf of erger wilde slijpen om een stapel plakjes ter waarde van die miljoenen te verzamelen bij de Tilburgers. Gelukkig werd al snel bekend dat het loos alarm was. De gehoopte miljoenen zouden ongekort toch komen en er was geen vuiltje aan de eerder aangekondigde zwaar betrokken lucht waar de zwarte wolken van schaarste zich verzamelden. Voorzitter, tot slot vraagt de actuele politieke discussie rondom het Stadhuisplein en het referendum nogmaals om een helder statement vanuit lokaal Tilburg. Ja. Het was inderdaad lokaal Tilburg die bij de oprichting begin september 2015 zijn ongenoegen uitte over het feit dat het bestuur van deze stad niet wilde luisteren naar het brede ongenoegen omtrent de plannen voor het Stadhuisplein en de renovatie van het stadhuis. Wij haalden het laatste democratische middel, het referendum, weer van stal die onze binnenstad eerder al behoedde voor een grote vergissing, de shoppingmall in Tilburg-Noord.